Maar daar ben ik nog niet achter hoe dat moet. Rolling Start Hype, goed. Hallo meester, u bent onderweg met IEC Brussel. Oftewel de Benelux. Vanuit, even op pauze zetten, want anders mis ik daar ook de helft van de tekst. Vanuit Amsterdam naar Brussel-Zuid. Vandaag met een stam I6 rijtuigen. Ha, leuk. Over elke ogenblik komt u aan in Dordrecht. Na een korte stop vervolg u uw weg naar Roosendaal en België. Veel plezier met deze rit. Onderweg staan u een paar leuke verrassingen op te wachten. Nou ja, goed, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus laten we in ieder geval beginnen. Laten we in ieder geval de AFB in ieder geval terug gaan zetten naar 40. Zo. En de rest kunnen we zo weer laten staan. We kunnen wel voor de geinigheid SIFA aanzetten. Dat gaat natuurlijk wel. Zo. Misschien een beetje te enthousiast afgerend. Maar we liggen het uit de voorop tijd. Er gaat daar nog twee... 3 6500'tjes. Oh, dat is misschien wel iets te drastig afgerend. Laat ik maar eventjes terug naar 50 gaan. Ja, waarom ook niet? Hebben we nog een beetje plezant in het werken. Moet iets als we geen dode man hebben. Oeh, klein beetje lek. Maar dan komt helemaal goed. Zo. Nou, ik zal zo meteen ook even... Gaan fietsen met je Siva. Zo, bij het zijn moeten we dadelijk 40 hebben. Dus laten we al maar wel terug naar 40 zetten. Ja, ik vond het wel grappig. Ja, misschien een klein beetje te hard aan het draaien, maar dat komt wel goed. Ik kom natuurlijk ook naar beneden voor gaan rijden. Hey Sander, ook thanks voor de host. Ook welkom. Ja, precies. Siva. Siva. Ga fietsen met je Siva. Even kijken, daar zat de... Oh. Hebben we hier nog een firmpje staan? Ook leuk. Tot een verandering. Goed, dat we in ieder geval gaan remmen. We zijn netjes op tijd. Wie had dat nou nog verwacht voor een Benelux? Een Benelux die op tijd komt. Tja, blijkbaar kan het. Tweedelig. Geen idee. Goed, laten we in ieder geval hier gaan stoppen. Siva fietsen. Goed, deur is open. Hoppakee, waar rijden we mee? Natuurlijk met een van de mooiste repaints die ik samen met Jeroen heb gemaakt, toch wel? Rustig aan Rob. We rijden inderdaad met de LH 2836 van de NBS, moet ik wel goed zeggen. Hartstikke mooi natuurlijk. En natuurlijk daar in combinatie met de standaard nieuwe look repaints van de I6 natuurlijk. Binnenkort verwacht ik ook de I11's voorbij te zien komen. BRT Range is daar op dit moment mee bezig. Ze zijn nog wel in beta. Ook hij is met de M6 bezig. Maar ik moet persoonlijk wel bij zeggen dat ik ze van Japarama net iets mooier vind. Maar in ieder geval, BRT Range is natuurlijk ook met de I11 bezig. En die zijn gebaseerd op de SBB ruituigen. Mm-hmm.
Waar is de 6414? Geen idee. Dit is de 6455. Maar die kunnen dus binnenkort dus allemaal vervangen worden. Ja, we kunnen eventueel een andere pantograaf kiezen. Dat is geen enkel probleem. Laten we dat even doen. Dat is geen enkel probleem. Zo. Kan in principe allebei, maar dit is wel iets beter inderdaad. Nederlandse machinist zou dit inderdaad altijd met voorkeur altijd natuurlijk de extra te pakken. Mooi op tijd, rij verder naar Roosendaal. Mag ook... ook al mag u zo dadelijk 140 rijden, 130 is hard genoeg. Nou goed, laten we dat in ieder geval verrast doen. Laten we in ieder geval tractie erop gaan zetten. En laten we in ieder geval vertrekken naar minimaal 40. Of ja, maximaal 40 voor nu. Dan komt het ook helemaal goed. Oké, Joran, fijne avond dan nog. Leuk in ieder geval dat je er was. Ik zou zeggen, slaap lekker voor dadelijk. En tot de volgende keer. Deze versie, zover ik weet, niet. Nou ja, zal ergens alweer via een Lunascript dat denk ik alweer te doen zijn, maar in principe niet. Ziva, Ziva. Ik ga fietsen. Hoe verander je de pantograaf met 185.5, oftewel deze van DTK, Shift P. Maar dat is ook oploper, je kan het gerust zeggen. Oh, 80. Let's go. Kijk, als je bepaalde dingen koplopen hebt, wat je zegt van dat of dat is niet helemaal zoals het moet. Ja, laat gerust weten, daar kan ik daar naar kijken natuurlijk. Kleurstelling, welke kleurstelling? Die is niet helemaal prima. Wat is niet goed? Of welke kleurstelling wil je liever zien? Wil jij een Frankenstein? Kijk al voor je fixen, koploper. Geen enkel probleem. Dat is wat te regelen, hoor. Goed, 130. Nou, 64,55, nice. Awesome. 7. Oh, zo. Oh, we hebben het over de 6400 in totaal. Oh nee, oké, dan heb ik niks gezegd. Hey Rom, thanks for the host. Awesome. Laten we eens even een leuk screenshotje maken. Wat vinden jullie daarvan? Oh, oh, easy. Eén keer in eerste klasse. Oh, dat is verpand. Meestal is het een 2 om 4 of 2 om 5 zelfs. Maar ja, geinig. En wat komt hier aan rijden, jongens? Wat komt hier aan rijden? Oeh, het is spannend. Het is een koploper! Hoi, hoi, hoi. Awesome. Jazekers! Hey, Mitchokken. Welkom. Oh, nice, Martijn. Goed bezig. Klinkt goed. Klinkt goed. Ziva, fietsen.
rechtstreeks van de foto op dit tijdstip genomen. Oh, echt? Nice. Zo. En er komt er een veerm achteraan. Die komt volgens mij uit Vlissingen. Pak ik zo in 3. Of ja, Roosendaal is het tegenwoordig volgens mij, hè. Vlissingen is niet meer. Maar ja, op het moment dan, laat ik het zo zeggen. Oké. Het voordeel is natuurlijk wel, als we 130 blijven rijden, dan hoeven we natuurlijk niet af te remmen daar ook bij de brug. Ja, daar is toch al 130, dus ja, dan gaat dat niet moeite doen natuurlijk. Ik wil ook heel tijd op spatie daar, omdat ik zo gewend ben de laatste tijd om op spatie te drukken voor de Sifa, maar die zit op deze trein niet daar. Dus net als bij Chris. Eigenlijk moet ik daar gewoon aan wennen dat als ik een Nederlandse trein rijd, of op Nederlandse routes rijd, dat ik automatisch altijd numpad enter moet gebruiken. Mits dat de VR is. SLT hype! Nice! Goed zo. Zo meteen 80 afremmen. Zover ik weet had ik hier geen beperking naar 80. Krijg wel nog heel sign, dat krijg ik wel. 130 ook, hè. Nou, ik kan sowieso niet afremmen naar 80, want dan had ik net wel harder moeten rijden. Dan kom ik in de tijdsproblemen. Maar er zit inderdaad een TSP dingen, dat klopt. Maar dan zit dat gewoon permanent op die rut. Ja, ik weet dat het er een TSP op zat, ja. Ja, helemaal één. Wacht, helemaal één. Lol. Aarscheurtjes. Er rijdt daar ook nog iets heel erg interessant, jongens. Zien we daar nog net in de verte, zien we daar een Eurostar vertrekken. Maar je ziet ook precies wat ik bedoel, Remco. Als ik in deze snelheid aan had gehouden, dan zie je eigenlijk gewoon heel de Eurostar niet. Nee, maar ik wist dat ik dat hier niet moest gebruiken in dit scenario, want anders zou ik dingen gaan missen. En ik zie nu wel dat ik dingen mis. Die Eurostar, die zien we al bijna niet meer. Komt daar nog in de city uit Breda langs. Alleen met de verkeerde pantografen omhoog, maar ja goed, whatever. Is grappig. Aan de andere kant hadden we natuurlijk. Ik weet niet of je dat nog kan laten zien. Nee, die rijdt er net achter. Die rijdt er net achterdoor. Kunnen we die nog zien? Denk het niet. Maar dat was in ieder geval een Class 66 van Corsrail. Nee, ik denk het niet. Oh jawel, jawel. Nog een klein stukje. Kijk, daar komt hij met zijn neus. Jazeker. Oh, wow.
Tegentrein hype! En toen was het in één keer stil. InSmart, ook welkom. Ja, ik had trouwens een... Ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar ik kan jou wel vertellen. Ik heb een mail gekregen van... Edwin, volgens mij? Met een heel leuk iets. Dus en misschien dat jij dan een idee hebt van hoe of wat. Maar het heeft te maken met Noordwest en Zuidwest Nederland. Dan weet jij denk ik al genoeg waar ik binnenkort mee kom. Dus dan gaat iets heel erg interessants komen in ieder geval. Ik was er... Nee, daar hebben we niet over koploper. Geen idee? Nee, oké. Ja, het heeft in ieder geval iets te maken met COA. Maar meer kan ik er niet over vertellen. Dus daar in ieder geval binnenkort heel veel leuke informatie over. Goed, wij moeten in ieder geval afremmen richting de 40. Ja, zeker, zeker. Nee, maakt niet uit. Afhankelijk van het volgende sign. Die is weer groen. Mooi. Dat betekent dat we mogen optrekken richting... Nou, laten we eerst maar even 60 aanhouden tot we gepasseerd zijn. Even kijken. Oké. Ja, maar dat komt wel goed, denk ik. Dat twijfel ik niet aan. Dat moet helemaal goed komen, denk ik. Ik heb in ieder geval alle vertrouwen in, laat ik het zo zeggen. Goed, het is weer helemaal groen, dus we kunnen weer volledig naar 130 oprijden. Zeker, zeker. Generator van 1 tot en met 7 voor de cijfers. Hier zie ik 5. Heel mooi. Zo, en weet ik ook niet. Zo waarom ik van hier. Dus wij komen zo meteen hier door Zevenbergen. Oude Zevenbergen, aha. We komen in ieder geval lekker even hier door Zevenbergen in. Laat ik even 7 uitzetten natuurlijk. En dat is de reden waarom wij net moesten afremmen. Omdat er een goederentrein voor ons reed.
En dat was een... Oh. 64,55. Goed, ondertussen rijden we lekker door naar... Oudenbos. En waar we gewoon lekker doorheen knallen met 130. En dan zal ons het voorstation zijn Roosendaal. En dat zal tevens ook het eindbestemming zijn van deze trein. Nou ja. Ons. Ja, maar dat is nooit mijn goed beste vak geweest, Rob Jansen, dus dat scheelt. Persoonlijk moet ik zeggen, ik vind cijfers toch niet echt belangrijk. Het gaat me meer om van wat je wel en niet kan. Kijk, dat is echt meer dan een cijfer of je ergens wel of niet goed in bent. Een cijfer kan nooit, is maar een momentopname. Kijk, in de loop van de tijd leer je toch dingen bij. En dan zegt een cijfer toch niks. Dus ja. Ja, grafische Siva. 9,5 kilometers to Roosendaal. So we are driving with the Benelux, otherwise known as IC Brussel, from Amsterdam. And we drive the part from Dordrecht to Roosendaal. It's actually really funny because this is, I believe, one of the. It's not the last time, but yeah, one of the last times that we are driving up to Roosendaal. In a few months, we can drive further to Essen. So that's the first time we can drive into Belgium. So that scenario can be extended to there. But for now on, it's only to Roosendaal. If you want to know or you want the route by yourself, it's no problem. Hey, school driver. You can download it at the website van Jeroen itself, of Leonard. Or just go to trein.nl to find all your information about that route. And you also can follow the all information, all the progress and things like that. You can find the links under the stream. So make sure to check it out. And also don't forget to get your Treinpunt account if you want to know more about it and download awesome things like scenarios, routes, trains, replanes, etc. Maar hoe is het ermee, Screwdriver? Leuk in ieder geval dat je er bent, joh. Oh, nog een leuk nieuwtje, Screwdriver. Zaterdag ik weet niet meer. Had ik ook eventjes weer een nieuw Minecraft servertje geplaatst, een 2.6. En ben 500 minuten aan de tijd heb ik heel server om zeep geholpen.
Dus die Stevens Factory, die moet je dus echt gewoon nooit gebruiken. Want daar werkt heel je server om zeep. Een verbandenlist werkt alleen op de server, geeft die problemen, want als ik het op de client doe, is het geen probleem. Dat was wat typisch. Nog 4 kilometer, jongens. Lensterkte. Is afst. Oh. Alright, let's go back to 80. Nee. Ja, ik gebruikte het eigenlijk altijd, omdat ik het... Kijk, weet je wat het verbanden is op de server die wij altijd eerst deden? Daar heb ik echt nooit problemen mee gehad. Toen de tijd. Dit is sinds de nieuwere versies dat we er echt problemen mee hebben. En dat vind ik jammer. Ik kan me niet herinneren dat ooit op die ene server dat ooit heb gelekt. Ik ben zelfs bezig geweest om te kijken of we die sheet zelfs nog opnieuw konden krijgen, maar ik krijg heel die sheet niet meer terug. Tenminste, de oorspronkelijke sheet niet meer. Oh, jammer. Goed, wij komen hier ondertussen aan in Roosendaal. So we're arriving here in Roosendaal. Very familiar for me. Because I... back in the 90s I lived there. Goed, laten wij nu in ieder geval afremmen naar 40. Ja, keurig op tijd, dus dat is mooi. Ja, je ziet, dat is een de code zeg maar voor de map. S-E-E-D-S. Oeh, een klein beetje daar zo. Oeh, een beetje lek. Ik ben wel benieuwd naar de nieuwe update van Roosendaal, Jeroen, maar eerlijk gezegd. Die eerste boom die hier links stond. Die herken ik heel erg. Ik zie het meteen al in de FPS. Er zijn een aantal bomen bij dat ik weet dat die soms kunnen lekken. Maar dat maakt niet uit, komt helemaal goed. Staat hier wel lekker vol, moet ik zeggen. Ja? Oh, nice. Dat is echt top, Jeroen. Awesome. Dat is echt goed te horen. Nou, we komen hier lekker binnen in een vol Roosendaal, jongens. Denk wel SLT'tjes, wat DDZ'tjes. We hebben daar nog 6400'tjes staan. We hebben nog een... Ik wil bijna zeggen een 6400, maar die is niet. Hey, Great Brad, welkom. Nice to see you. Nee, dus ik denk wel, achteraf dat die update doorheen is, dat het inderdaad wel iets heel moois kan worden. Geen idee wat er hier nou zit te trekken. We hebben wel zo te zien een probleem met een SLT die is volgens mij een beetje kluk is.
Oh, we hebben ook nog een firmke hier staan. Staat er maar lekker vol mee hier. Waar zei die moest geel zijn? Moet trouwens ook eens opletten dat rechts is nat geel is en links is rood. Hé, hey, kijk toch eens aan jongens. Dat is toch eens leuk. We hebben de rode hier staan. Dat zien we niet vaak meer. Ja, het is leuk dat je die hebt gebruikt, Remco. Stopping point hype. Dus ik nou pas dat er een stopping point zit. Stukje nog. Nou. Strakker kan ik hem niet krijgen hier, hoor. En weer gaan de deuren niet open. Precies op een stopping point en de deuren gaan gewoon niet open. Ken je nee? De tweede keer dat ik dit doe, dan krijg ze gewoon niet open. Nee, helaas, ik krijg de deur eens niet open, jongens. Waarom moet die vent nou weer in de beeld staan? De deur gaat eigenlijk niet open. Nee, daar komt hier nog eentje van Captain in binnen. En dat toevallig wel de nieuwe wagonsfucker is. Er is me sowieso nog iets meer opgevallen, want er staat trouwens een sign door het perronlink. Dat was me trouwens ook al opgevallen, maar dat doet er even niet toe. Nou, hier wel. Nou, stopping point heb dus niet echt gewerkt, zie je wel. En moet je nagaan, hè? Ik heb van gisteren, toen je de scenario stuurde, heb ik het gewoon geprobeerd op verschillende plekken en hij ging gewoon niet open. Dan weet ik alleen niet of het nou echt aan de stopping point ligt of dat het aan, aan de marker ligt. Dat weet ik dus niet, maar... Ze gaan in ieder geval lopen, dat is het belangrijkste. Niet echt praktisch zo. Maar die vent staat eigenlijk een beetje in mijn beeld. Zo. Oké. Okay. Dat is me net de vraag of hij me goed keurt. Hij keurt hem goed. Remmen los. En op naar België. Nou. Helaas gaat het in dit scenario nog niet lukken,
Maar in een volgende misschien wel. In ieder geval, de scenario is gemaakt door Remco. En als het goed is, is hij beschikbaar op Terreinpunt. Dus je kan hem daar natuurlijk even downloaden als je hem natuurlijk wilt. En je vindt hem natuurlijk ook op de spreadsheet. En zo wel niet. Nu dan binnenkort. Awesome. Oh, we mogen nog verder rijden. Oh, dat vind ik leuk. Well, in that case... En Matt is live. Ja, dan knallen we nog wel even lekker door, hè? Hoi! Hey. Heb ik alleen zoiets van... Ik mis hier iets. Nee. Ja, dat zal dadelijk wel minder worden, Mike, als dadelijk... Ja, die hoofd van Matt valt nou weg, hè? Dus dat is wel jammer. Maar goed, we zijn lekker met veel mensen nog, dus dat is heel mooi. Dus dat vind ik altijd mooi. Oh, je hebt alleen een stopping point van gemaakt in plaats van een go-by. Nou, maakt niet uit. Weet je wat het voordeel is? Stel je, als je daar nou een go-by had van gemaakt en je had op die go-by ook meteen de eind gezet, dan had je wel het voordeel gehad. Dat je meteen een waypoint hebt, dus als je dit scenario straks wil updaten naar de S-versie. En als je je eindpunt meteen door kunnen zetten naar S. Dus dat je heel snel je scenario kunt updaten. Een klein tipje. Een klein stukje nog en wij mogen lekker door kachelen. Oh, mobot, doe je werk eens een keer. 140, hype! Oh, lol. Ja? Remmen lossen en op naar België. Hetzelfde als we net hadden, maar maakt niet uit. Awesome. Nou, dan bij deze in ieder geval. Binnenkort waarschijnlijk wel weer verder. Maar nu nog eventjes tot hier. Awesome. Dat was weer gezellig.